Panasonic heeft Google TV de deur uitgezet en stapt dit jaar helemaal over op Fire TV. Ook de Z95A OLED, het nieuwe topmodel, maakt gebruik van dit smart TV platform van Amazon. Maar is dat nou een stap vooruit? Hoi, ik ben Erik en hier naast mij staat de Panasonic Z95A OLED TV. Dat is het nieuwe topmodel van Panasonic en de opvolger van de MZW 2004 van vorig jaar. En als je nou denkt van hé, hey, die namen lijken helemaal niet op elkaar, ja, dat klopt helemaal. Panasonic begint dit jaar namelijk met een schone lei en een compleet nieuwe namen voor zijn tv's. En dat is eigenlijk wel logisch, want de Japanse fabrikant is dus overgestapt van Google TV naar Fire TV. Dat is het smart tv systeem dat je misschien wel kent van deze Fire Stick. Ja, of niet, want die Fire Stick's zijn bij ons in Nederland en België helemaal niet zo populair. En Fire TV wordt in Europa veel minder gebruikt dan in Amerika. Maar straks meer over Fire TV, want er is een hoop dat wel gelijk is aan die MZW 2004 van vorig jaar. Zo ziet de Z95A er eigenlijk precies hetzelfde uit. Met een speakerbar onder het scherm en een uitgebreid luidsprekersysteem achter de tv met speakers die ook het geluid omhoog en opzij afstralen voor Dolby Atmos weergave. Ditzelfde design gebruikt Panasonic nu al een paar jaar voor zijn flagship tv. En het is misschien niet heel origineel, maar het werkt wel. Want de tv ziet er strak uit en hij klinkt ook echt heel erg goed. Wat vooral opvalt is de basweergave. Die is nog beter dan de Philips OLED 959 die ik pas reviewde. Die Philips klinkt nog net wel wat sprankelender, maar deze Panasonic is ook echt een topper als het om geluid gaat. En de subwoofer en de Atmos speakers geven de TV een krachtig en mooi breed geluidsbeeld. Ook de beeldkwaliteit is dik voor elkaar. De TV gebruikt een MLA OLED-paneel van de tweede generatie en de kleurweergave is lekker nauwkeurig, als je de professionele beeldstand kiest tenminste. Maar goede kleurweergave is in deze prijsklasse eigenlijk ook wel standaard. Wat wel opvalt is dat de tv in deze beeldstand niet echt helder is. Wil je dat wel, dan kan je de helderheidsboost functie gebruiken. Maar dat gaat dan weer wat ten koste van de kleurnauwkeurigheid. Bij HDR beelden is de tv trouwens juist wel heel erg helder. Vooral de highlights zijn echt indrukwekkend op deze tv. En de Panasonic lust bovendien alle HDR signalen. Dus HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision. Ook voor gaming wordt Dolby Vision ondersteund met een eigen Dolby Vision Game Mode. Net als de concurrentie heeft Panasonic ook een uitgebreid game-menu waar je de beeldmodus kunt checken. En ook de mogelijkheid hebt om donkere delen van het beeld iets lichter te maken, zodat je tegenstanders sneller ziet. Nou, opties om een deel van het beeld uit te vergroten of om een crosshair toe te voegen zijn er niet. Deze tv biedt dus geen extra cheat-hulp, zoals sommige concurrenten dat wel doen. Ja, een enige minpuntje, ook deze TV heeft dus weer maar twee 4K120-poorten, waarvan er eentje ook voor ARC gebruikt wordt. Dus als je alsnog een extern audiosysteem of een soundbar wil gebruiken, dan houd je maar één zo'n 4K120-poort over. Panasonic claimt natuurlijk ook dat de TV allemaal slimme AI-functies heeft. Allereerst is er de mogelijkheid om SDR-beeld om te zetten naar HDR. Dat werkt redelijk goed en highlights worden extra helder en het beeld als geheel krijgt meer punch. Maar verwacht geen wonderen, want echt HDR wordt het natuurlijk niet. Panasonic heeft daarnaast ook verder gesleuteld aan zijn Super Resolution Upscaling, dat full HD beelden omzet naar 4K. Hier zijn weer kleine stapjes gemaakt met best goede resultaten. En er is ook ingebouwde scenedetectie. De TV ziet als het ware naar wat voor beelden je kijkt en kan bijvoorbeeld bij sport automatisch framerate interpolatie aanzetten, om zo een vloeiende beeld te krijgen. En het automatisch herkennen van content werkt prima. Panasonics algoritme voor frame interpolatie is sowieso vrij goed en zorgt voor een vloeiend beeld met weinig beeldfouten. De TV kan ook HDR-beelden automatisch aanpassen aan het omgevingslicht. Veel HDR-scènes zijn namelijk juist wat donker en als je bij daglicht kijkt, mis je dan details. De Z95A analyseert beelden en kan met dynamische toonmapping zorgen dat de schaduwen wat opgekrikt worden. Dat doen andere TV's van andere merken trouwens ook, maar goed om te zien dat Panasonic dit goed voor elkaar heeft. Je krijgt als gebruiker sowieso heel veel instelmogelijkheden, dus je kan beeld en geluid helemaal naar eigen smaak afstellen. Nou, en dan dus het smart TV systeem. Panasonic was kennelijk niet blij meer met Google TV, want daar zijn ze nu helemaal mee gestopt. Ze vertellen niet precies waarom, maar we weten dat Google strenge eisen stelt en dat de TV-fabrikanten geen geld verdienen aan de reclames in de interface van Google TV. Philips stapte daarom al over op Titan OS voor sommige TV's. Maar Philips durft dat nog niet aan voor zijn topmodellen, want die draaien gewoon nog Google TV. Panasonic doet dat dus wel, en deze Z95A maakt gebruik van Fire TV van Amazon. Technisch lijkt dat best op Google TV, maar de interface ziet er wat anders uit en je hebt andere apps. Wat wel opvalt is dat Fire TV op de Z95A niet zo vlot draait als Google TV op andere TV's die gebruik maken van dezelfde Pentonic 700 chipset. Dat heeft misschien te maken met gebrek aan optimalisatie, maar het is duidelijk dat de interface soms wat hapert en apps wat langzamer opstarten dan op Google TV. En over die apps gesproken, er zijn er best veel, maar niet zoveel als voor Google TV. Alle grote internationale streaming-apps zijn er. En specifiek voor Nederland hebben we bijvoorbeeld KPN ITV, Ziggo Go, Videoland en NLZiet. Maar ik mis bijvoorbeeld Pathé Thuis, NPO Start en Viaplay nog. Wat ook opvalt is dat de zoekopdrachten soms Duits- of Franstalige resultaten geven. Wat gewoon echt raar is als je een de tv op Nederland staat ingesteld. Je kan trouwens ook stemgestuurd zoeken, maar ook dat werkt nog niet helemaal lekker. De Nederlandse klanken, zoals bijvoorbeeld de i, lijkt Fire TV nog niet te begrijpen. Zoek je naar de Kijk-app, dan krijg je soms resultaten voor Cake. Hier moet Panasonic dus nog met Amazon aan werken, want dit is echt niet wat je van een high-end TV verwacht. Wat ook niet iedereen fijn zal vinden, is dat je verplicht moet inloggen met een Amazon-account om gebruik te maken van de smart functies van Fire TV. Dat moet bij Google TV trouwens ook met een Google-account en bij Samsung met een Samsung-account, maar Fire TV is op dat punt dus niet beter. Je kan er natuurlijk wel voor kiezen om de TV gewoon als een domme TV te gebruiken en bijvoorbeeld alleen TV te kijken via een externe set setupbox of via de ingebouwde tuners. De Panasonic Z95a is een prachtige tv die voor een groot deel verder bouwt op de sterke punten van zijn voorgangers. Als je op zoek bent naar een high-end tv die uitstekend beeld en goed geluid heeft, dan heb je niet heel veel keuze en komen deze Panasonic en de Philips OLED 959 naar boven drijven. Maar er zijn ook wat nadelen. Ten eerste is die duur. De 65 inch versie die hier staat kost bijna 4400 euro. En dat is meer dan de topmodellen van LG en Samsung, maar wel wat minder dan die Philips. Ja, en dan is er Fire TV. In de basis werkt dat best prima en alle grote apps zijn aanwezig. Maar specifiek van de Nederlandse markt missen we ook wat. Ook kom je soms een mengelmoes van talen tegen in de zoekresultaten. Dus er is echt nog wat werk aan de winkel. Want Fire TV is gewoon nog niet zo goed als Google TV, WebOS en Tizen. En dat maakt deze Panasonic Z95A toch net wat minder aantrekkelijk. Bij Fire TV moet je dus weer inloggen met een Amazon-account voordat je iets met die smartfuncties kan doen. Maar nou, bij andere smart TV-systemen moet dat ook. Vind je dat nou vervelend of boeit dat je eigenlijk niet? Laat me weten in de comments, want ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien.